Ik dacht tegen die match, want, allez, we zijn hier allemaal naartoe gekomen voor een fantastische matches te zien tegen een topclub uit Europa, om ons on, ons proefs on, ons te laten, tegen, tegen Chelsea te spelen, opstaan voor het Brits. En zijn er toch een keer een groepje van ja hoeveel tien man, dan toch zo'n keer achterlijk begon te doen. Ja. Dat ik denk, je hoeft dat niet. Dat, dat heeft echt een deel van de sfeer verpest. hoor. Niemand zei ook van, van stop dan een keer niet. Want de mensen die rond, die zijn van wanneer ik ga ook nog staan ze roepen van vind vind dat normaal. En niemand van de harde kern zelf zei: als ze nu een, een beetje normaal doen. Of allee, ik denk, maar ook niet gewoon aanmoedigen en blijven zingen en blijven benter doen naar, naar Chelsea. Dan denk ik: maar wacht even, zorg even dat alles terug op orde komt, u dan verder ja. met sfeer maken. Want dat werd bijna aangemoedigd zelf. En natuurlijk, die stoen bleef maar komen. Hè. Normaal gezien, dat door een redelijk deftige reputatie, van zo heeft in het En dat gaat ze naar zo'n match die voor iedereen veel betekent, wat iedereen gewoon. Wil genieten van de match. Uh, Super veel Lawaai, maar uh, André, zei het er ook uh, alleen maar gans supporters gehoord. En in één keer gaat er zoiets zien. Ja, het is vooral afbreken. ook zo het verhaal daarna dat dat diminished. Zo. Ja. Je hebt die ervaring in mijn hoofd. hebben... Dat dan zo op, op een slechte nood. Ja. ja, Dat vind ik, dat vond ik echt spijtig.